zoals te zien bij Almere op de Rijksweg A6. Surveillante Frank en Arjan meten een Mercedes als er een tweede hardrijder komt aangestoven die het nog ietsje bonter maakt. Oh, start even links je Volvo in, op de hardrijbaan. Loopt, kom je loopt, Volvo. Sluit deze even af zo hoor. Ja, doe maar. 138. Ik ga even helemaal buiten om hoor. Ja. Dan kom ik er rechts vrij. Ja hoor. We gaan weer een beetje voorkomen, dan kun je nog een keertje mooi opstarten straks. Hij keek wel. Hij doet dit de hele tijd al. Hij ziet er naar uit richting Hilversum. Dat zou maar niet gebeuren dat hij kijkt. Nou ja. Die is voor mijn neus weer terug, daar, zeg maar. Kijk, ja, ziet er weer hoog, hè. Ja. Structureel te hard, 131. Die Peugeot die rijdt wel redelijk door. Ja, gaan we gewoon de volgende meenemen. Dan loopt de band ook op. De volgende staat dan. Hij maakt de gebaren. Je wordt mijn discussiepunt, weet je. Als zijn, ik ben het er niet mee eens of iets. Ja, ik denk het wel. Nee, hij gaat mee. Ja, zoals een vrouw wel kwijt willen, denk ik. Ja, dat kan. Heel benieuwd welke discussie jullie met mij aan willen gaan, hoor. En dat is, heeft te maken met uw snelheid, meneer? Nee. Mijn naam is... Ik rijd vanaf Almere achter u. Even rustig aan. U rijbewijs, alstublieft. Mag ik even vragen waarom jullie doorgetrokken strepen pakken? Rechts over invoegstroken? Uw rijbewijs, alstublieft. Ga ik en ik rijd gewoon met haast, want ik moet mijn hond wegbrengen. Ja. Ga ik u uitleggen wat er aan de hand is? De volgende is, wij rijden op de A6. Ja. Bij Poort, zo'n beetje, bij Almere. Nee, maar ik rij al veel achter u. Want nee. Ik rij vanaf nee, laat mij even nou vertellen. Overgooien. Wij rijden... Gaan jullie er al op. En dan pakken jullie dubbele strook. Wij rijden op de A6, parallel. Daar haalt u ons over de hoofdrijbaan in. Dan starten wij een meting. Nee, ik zit te kijken naar jullie. Van, nee, wacht wat, even. Wat zijn jullie aan het doen? Wie rijdt er door een dubbele doorgetrokken streep? Nee, wacht nou even. Ja, maar dan begint u er weer over dubbele doorgetrokken streep. Ja. Want ik weet niet of we er overheen gereden zijn. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Nee, nou luister even. Laten we nou geen verstoppertje spelen. Mag ik even mijn verhaal vertellen? Ja, dan kunt u ook even naar de beelden kijken. En dan kunt u het allemaal precies zien wat er gebeurd is. Ik hoef niet naar mijn beelden te kijken. Want ik weet echt dan kunt u ook naar onze beelden kijken. Ja. Dan kunt u precies zien wat wij gedaan hebben. Heb je dan ook gewoon van de oprit? Luister nou even, ik krijg niet de kans om het te vertellen, want u laat mij niet uitpraten. U praat het continu doorheen. En als u dan maar even uit laat praten, dan mag u zo dadelijk weer, ja? U rijdt over de hoofdrijbaan, daar starten wij een meting. En die meting sluiten wij af en dan hebben we een meting van 130 km per uur. 38. En u mag 100 rijden daar. Ja. U hoeft geen antwoord te geven op mijn vraag als ik die u stel. Ik weet hoe hard ik rijd. Ja. Want mijn teller is me heilig. Maar ik had haast. Ja. Maar dat maakt niet uit. Maar u rijdt te hard. Mag ik dat zeggen? Nee, ik ben nog niet klaar. Oké. Dan gaan wij door, want u blijft ook doorrijden. Ik had gewoon haast. Dan gaan wij gewoon over de parallelbaan, gaan wij gewoon over de stroken waar wij normaal ook rijden. Dus we hebben niks, geen dubbele doorgetrokken strepen daar overschreden, helemaal niks. Nee, en als daar we niet het, meer. Luister, en als we dat wel doen, dan hebben wij daar ontheffing voor om dat te doen. Dus, en wij zijn bezig met u om u te meten. Nee, en wij dat willen nog niet. Wij zijn, nou, ja, toen wel, maar daarvoor doet wij u ook allemaal dingen die niet mogen. En wanneer heeft u ons gezien dan? Toen u bij Autoradum daar erop ging, ja? Toen pakt u in één keer, bam, rijdt u over een dubbele doorgetrokken streep, snijdt een andere automobilist. Dus het enige wat ik denk, weet ik niet of dat is zo is, maar... Dat zie ik. Goed, maar en dat klopt. Vervolgens kijk ik dan van, nou, wat zit erin? Ik had zelf haast, normaal ik moet mijn hond wegbrengen, ik moet bij de dierenarts zijn, maar ja, dat gaat dus nu niet te laat worden. Maar vervolgens denk ik, nou, ga toch eens kijken, want ik kijk u recht in uw gezicht, want dat ziet u. En vervolgens ga ik toch eens kijken van, welke maloot rijdt er nou door een dubbele de politie. Ja, klopt. Ja, de politie. Als jullie met recht iemand achterna Zaten wij ook. Die Mercedes, hebben jullie daarvoor gezien? Ik heb geen Mercedes. Nee, wij zaten achter een Mercedes aan en die waren we aan het meten. En dan moesten wij voor over de dubbele doorgetrokken streep. Maar dat mogen wij. Wij mogen over die streep heen als het noodzakelijk is. Daar hebben wij ontheffing voor. We mogen alle overtredingen plegen die in het FNV genoemd zijn. Even to the point nu, want we willen graag even de zaak afronden. Want we kunnen erover blijven discussiëren. Maar dat heeft verder geen nut. Ja? Ik trek altijd aan het kortste end bij jullie. Want weet je, ik vind handhaving heel goed. Ja. Maar het is zo inconsequent beleid dat jullie voeren. Want als ik rechts inhaal, dan krijg ik de boete. Maar degene die domweg links blijft hangen, die krijgt geen boete. En zo zijn er tal van dingen van ik denk, joh, ga nou eens mensen bekeuren die echt niet kunnen autorijden. Ga eens om de 5 jaar het rijwijs opnieuw afnemen. Dat zou ik een prima... Dan behoort u misschien ook wel tot die categorie. Nee, geloof me, denk ik. Ik behoor niet tot die categorie. Want ik rij heel veel en ik maak nooit ongelukken. Nee. En ik zie constant ongelukken gebeuren. En het zijn altijd de verkeerde die jullie... Ja, u rijdt niet... Het is altijd de agressie. Meneer, ik ga even een beetje... Ja, maar u
zeg maar, uw houding op dit moment vind ik ook niet zo prettig. Dat u zo op deze manier blijft razen, razen, razen. Wat heeft dat voor nut? Dat u blijft maar razen. Nee, maar jullie doen er toch niks aan. Nee, wat kunnen wij dan? Wij zijn bezig de hele dag al met mensen zoals u van de weg af te halen. Mensen, zoals u, het is zo lekker. Het praatje voor het pot voor de tv is dit. Nou ja, u maakt reclame voor uzelf. We hoeven geen reclame te maken, hoor. Echt niet. Deze baan ook. Het is een 6-baans geworden en je mag er 100. Het is gewoon burgertje pest. Vervolgens werd op de A6 het eerst 80 werd het gemaakt. Ja, maar kijk, gingen jullie massaal bekeuren daar. Nou, Lijs, ik denk van, ja, waar zijn we nou mee bezig? Lijs, wij zijn er niet geboren om burgers te pesten. Wij hebben die regels niet bedacht. Wij handhaven alleen de regels die daar gelden. Hoeveel krijg ik aan de broek? Het schadebedrag is €317. Er komt nog €9 administratiekosten bij. En daar krijg je volgende week een scriptierkaart voor thuis gestuurd. Mocht u het er niet mee eens zijn, dan zit er in de bijlage staat hoe u wat u er nog aan kunt doen. Ja, ik begrijp, u bent het er niet mee eens. En als u het er niet mee eens bent, is het uw recht om er wat tegen te ageren. Maar doe dat dan niet tegen ons, want wij kunnen het ook niet zo doen. Wij zijn bezig met ons werk. En als u het er niet mee eens bent, dan moet u ook de consequenties nemen. Hè. En dan kunt u. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik wel. U hebt ervaring mee, kennelijk. Ja, helaas wel. Uw rijbewijs terug, wees er zuinig op. Goeie reis verder. Tot ziens. Tot ziens, hè. Dag. Deze bestuurder heeft alle ruimte gekregen om zijn punt te maken en het staat bij deze genoteerd. De bekeuring voor de snelheid bedraagt hoe dan ook €317.